Oké, schouders laag, ellebogen licht gebogen, voet vlak in je pedaal. Lekker warm draaien. Basis weerstand opzoeken. Een contador is natuurlijk 60 kilo en die, ja, die tikt hem op, maar inderdaad, ik ben je gewicht niet. Of 5 kilo. Inderdaad, dus dan moet je aardig wat verstouwen al. Dat je zegt, ik ben hartstikke sterk. Ja, die heb je nodig. Als je onderling gaat meten van oké, mijn vermogen gedeeld door mijn gewicht. En dan blijft er een bepaald vermogen per kilogram over. Ja, dan ben je enorm in het nadeel. Dus dan zul je het uit je materiaal moeten halen. Doordat het alweer gebeurt, vervolgens komt er een enorme spin-off in die naar die Van Toen. En dan komt er uiteraard, en daar gaat het natuurlijk om, komt er sponsors en komt sponsor geld te lopen. Nou, en uiteindelijk, toen kwam de schaapbeveiliging, maar de shirts nu straks naar passen. Maar daar hebben we dus nu al eigenlijk een hele hoop bedroegen op verkocht. Maar wij hadden, wij werken net met mensen die moeten 400 te verbetalen en dat kost 50, vinden wij helemaal niks aan. Wij zitten gewoon op een gegeven moment in de bureau. Nou, we hebben zoveel plakken op het logo. Ja. Is dat leuk? Ja. Nou, en uiteindelijk met wassen wijzen dat het, nou ja, er is ik nou een ding in die minder, dat viel maar 1250 is wat minder. Ja. Maar dan ben ik zomaar niet door 400. Ja. Oké, maar je wat zo heel belangrijk is dat een hartslagmeter. Het mooie aan een hartslagmeter is dat je ieder mens heeft zijn grens, zeg maar. Dat noem je een trainingskunde, noem je dat een omslagpunt. Wil je het helemaal exact hebben, dan moet je een inspanningstest doen. En dan ga je naar zo'n sportarts en dan krijg je zo'n kap op en zo'n band en plakken en dan trek je ze helemaal binnenste buiten op die fiets. Dat je er helemaal raar van wordt. Nou, en dan zegt ze, oké, Chris, dit is je maximale hartslag. En dan neem je dat vaak rond de 80% daarvan. Dus iemand van 20 heeft een maximale hartslag van 200 en die zal 80%, zo 160, 165, zal zijn omslagpunt. En dat punt is dat je zegt, nou, je lichaam kan alles, alle brandstof nog maximaal helemaal goed verbranden, goed omzetten, zonder dat er verzuring ontstaat of dat je echt heel erg buiten adem raakt, dus dat je zuurstof tekort komt. Ga je daar een paar tikken boven, dan loopt de ballon langzaam leeg en een klein beetje erboven. Nou, dat red je vaak allemaal wel, maar als dat echt langer duurt en hou rekening met de klim voor de meeste. Is het tussen 1,5 uur en 2 uur dat je die werf gaat. Ja, je kunt wel even 5 minuten even doorwikkelen. Dat heb je met spinning ook. Heb je vaak zwaardere nummers waar je moet sprinten en moet staan en moet zitten. Maar na 5 minuten is het lekker dat je die weerstand eraan moet draaien. Maar als je dan bij bocht 2 bent en je moet er nog 19 en je zit al over die grens heen. Ja, dat gaat niet lukken. Nee, dus dan is het heel mooi om te zeggen, oké, jongens, dit is mijn grens. Ook al heb ik het gevoel dat ik nog wel iets harder kan. Niet doen, blijf mooi op die grenzen, weet je altijd, je raakt nooit in zuurstofschuld of... Even namens het team praat van we zouden het wel heel erg op prijs stellen als jij ons zou willen begeleiden. Ja, dat kan.
als ik even zo vrij mag zijn. Dat is ook mijn insteek. Ja, dus we willen graag van jou horen dat jij zegt van nou jongens, als jullie dat willen, ja, en jullie willen dat ik jullie begeleid, dan moet je moet dit en dit en dit en dit moet gebeuren. Ja. En dan wil ik gewoon dat jullie dit en dit en dit en dit doen. Ja, want dat hebben we denk ik wel wat nodig. Wat doe je precies met huis? Wat verwacht je met iets van huis? Ik verwacht het dan wat quick ben natuurlijk, hè? Maar wat ik verwacht je van je, of tenminste dus sowieso, dat komt er aan de verzuring optreden bij je minnevoorten. Ja. En dat ze wij proberen zo vol mogelijk bij me te masseren. En hebben we dan ben we van die praktische dingen ook gebeurd dat tijdens of je 11 of zo is, want je moest even vlak op de tafel lezen, of lees je even op het dik? Ik lees die op de tafel en van tevoren mensen ik vaak de spieren even los. Ja. Ja, vaak de blessures van tevoren en te voorkomen. Okay. En dan is daar vaak LBO's en dan we hebben de bergdel dan ook nog een keer op tafel. Okay. Hoe lange tafel heeft? Dat zie je de krek in. Oh, ik heb mijn keer nog altijd die dingen hoor. Dat is wel weer mooi, hè. Dat ja, als ik dan weer, dan zit ik ook, en dan ben ik dan weer weer. Ja. Oh, vrolijk, ja, dat doet de massage dan. Wat ik maar dan klopt, maar dan zie je toch weer mijn brada. Applaus, jezelf bedankt. En tot volgende week. Ja, nee, wat? Gaat al.